De Surinaamse waterleidingmaatschappij heeft geen financiële injectie van 7 miljoen Amerikaanse dollar ontvangen, zoals er in de wandelgangen wordt gesteld. Minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen gaf gisteren tijdens de regeringspersconferentie aan dat er wel gesprekken gaande zijn over een financiële interventie door de overheid. We hebben dat begonnen. En uit de schaarse middelen van het bedrijf, ik zeg schaarse middelen, omdat u weet dat op dit moment het ongeveer 42 SRD kost om een kubieke meter water te produceren, te distribueren. Maar dat wij ongeveer 13 SRD betalen voor diezelfde hoeveelheid water, dat brengt een enorme druk op de financiële mogelijkheden van het bedrijf. Maar uit eigen besparingen en uitgestelde projecten hebben we enkele van de pompen, de bronpompen, de distributiepompen, die aan reparatie toe waren, kunnen vervangen, waardoor het probleem enigszins is verholpen. Volgens Abiyamofo is de SWM begonnen met het inhalen van achterstanden en het oplossen van problemen op het waterleidingnet. Wat u gemerkt hebt afgelopen weekend in de omgeving uitvlucht, dat heeft een andere oorzaak. Het heeft namelijk te maken met diefstal. Ja, men is er vandoor gegaan met de bronvoedingskabel, station Willem-Kraanplein. En dat heeft wel ervoor gezorgd dat een 8-9-tal bronnen niet in bedrijf waren. Ik heb aan het bedrijf doorgegeven om grondig onderzoek te doen naar de oorzaak en ook aangifte te doen. In ieder geval per gistermiddag was het zover dat alle bronnen weer in productie waren. Van de afbouw van subsidie bij de SWM is geen sprake, verduidelijkte de bewindsman, omdat de overheid de waterleidingmaatschappij niet subsidieert, zoals dat het geval is bij de energiebedrijven Suriname.